Goedemorgen, het is 9 uur en het is zondag en we gaan vandaag verhuizen. En ik ben echt kapot. Gisteren echt tot super laat nog. Alle kasten zitten in elkaar gezet. Zo, gaat lekker. Alle kasten zitten in elkaar gezet. Over een uur komt het verhuisbedrijf Draagkracht. En ik zou echt niet weten wat ik zonder ze moet. Koen is ook onderweg. Die moest nog terug weer naar Arnhem. Omdat hij zijn studio natuurlijk daar eventjes tijdelijk heeft gebouwd. Dus ik heb vannacht hier voor de laatste keer alleen in het bed geslapen. In plaats van samen met Koen. Oh, ik moet hier echt niet in gaan liggen. Want ik wil er niet meer uit. En dan ben ik toch in dit huis. En dan aan het inpakken en dan word ik helemaal soort van emotioneel. Dan denk ik, nee, ik wil eigenlijk helemaal niet hier weg. En dan ineens het besef met hoeveel herinneringen ik hier eigenlijk heb. Ja, ik ben daarin echt een hele erge emo. Het heeft een beetje twee kanten. Het wordt allemaal nog veel beter en nog mooier. En waarschijnlijk krijgen we daar nog veel meer mooie herinneringen. Maar ja, het is toch een beetje pijnlijk. Ja, het is wel echt een beetje pijnlijk. Ik ben echt een emo. Zo, hebben we een leger besteld? Hey, ik zou voor je open doen. Kijk dat man, bus nummer 1, liftwagen nummer 2, bus nummer 3. En volgens mij 5 of 6 man sterk. Ja, dit is wel echt top geregeld zeg. Bazen. Het is tijd. Het is tijd om te gaan verhuizen. Wat een service, echt ideaal. Nou, de eerste spullen die gaan volgens mij zo al door het raam, of niet? Ja. Nou, ik ben blij dat jullie er zijn hoor. Ik heb hier lekker koffie voor jullie. Dankjewel. Nou, de dozen worden ingeladen. En het inwrap papier, denk ik. Hups, met twee bussen tegelijk. Nou, wat dus heel chill is, ik krijg zo'n lijstje met weg en blijven. En dan plak je dus stickertjes op de dingen die hier blijven voor de nieuwe bewoners. En de dingen die we weg willen. En het allermooiste aan dat allemaal is dat ze het dus ook nog naar de stort brengen. Dus ik ga lekker stickeren. Gaat het goed hier? Ja hoor. Je kan ook een lampje aandoen hè? Ja. Nou, daar gaat mijn kast. Jullie hebben van die speciale dozen, toch? Ja, klopt. En daar zitten van die stangen in. Oh, dat is wel top. Dus dan kan alles zo in zijn geheel netjes oververhuisd worden naar de nieuwe kast. Ik moet eigenlijk dit stickertje even plakken op die kast helemaal rechts. Op die witte ladekast. Ja, die gaat weg. Dank je. Hoe gaat ons huis, schatje? Laatste glas water in mijn huis. Het is dus de eerste keer dat ik ga verhuizen waarbij ik het niet zelf ga inpakken. En het is best wel een beetje raar voor mij. Ik weet niet, jij bent het natuurlijk al gewend, ja, maar ja. Zo wel. Nee, het is gewoon lekker inpakken. Gewoon een full service, dus we pakken gewoon even alles in. Ja, verhuizen is onze zorg, dus ja. Helemaal ja, ik sta hier gewoon echt letterlijk niks te doen. Echt, ja, ik ben een beetje aan het filmen, maar dat is het ook. Ja, een beetje koffie regelen, maar... Maar dat is dan wel het belangrijkste, hè? Koffie. Ja, de koffie, ja. Er wordt ook altijd een stip meegegeven. Als laatste de koffieapparaat inpakken en als eerste gaat hij eruit. Want die jongens hebben altijd koffie in nodig en suikers. Maar ja, ik vind het zelf persoonlijk wel even wennen dat iedereen je spullen aan het inpakken is. Maar ja, het is toch, geeft ook wel weer ergens een beetje rust van oké, kan ik uit handen geven? Even uit handen geven. Ja, het is wel top service hoor dit. Ja, ik ben echt heel blij mee. Ja. Doen jullie wel een beetje voorzichtig met mijn spullen? Helemaal goed. Oké, gelukkig. Helemaal goed. Goed zo. En werk jij al lang bij Draagkracht? Vanaf het begin 2014 al. Oké, okay. Vind je het leuk? Lekker in conditie. Precies. Mooi ja. Ik heb een appeltaartje geregeld voor de gemeente Amsterdam.
kwartiertje daar gezeten. Ja, want het was dus eigenlijk, je had een aanvraag gedaan voor een verhuiswagen bij ons nieuwe huis. Verhuiswagen en een verhuislift. Maar dat mocht kennelijk niet. Dus een speciale aanvraag gedaan. Eigenlijk ben je omgekocht met een heerlijke, doelijke appeltaart. Daar naartoe gegaan. Taart is altijd goed. Altijd goed. Daar meegegeven. Daarna doorgaan naar gemeente Amsterdam. Materialenman die de borden moeten plaatsen. Ook een appeltaart meegegeven. En het is helemaal in orde. Oh, wat fijn, Richard. Wat je allemaal wel niet voor ons over hebt, ja. Hè? Dat wist ik helemaal niet dat jij maandag de hele dag voor mij en Koen bezig bent geweest. Ontzorg, hè? Ontzorg, ja, hè? Jullie zorg, ja, dat is wel echt een feit. Ja. Dat is wel echt, laat je hiermee wel weer echt zien. Top, lekker bezig. Ja, heerlijk. Koen en ik hebben dus een keer geprobeerd zelf een tafel in elkaar te zetten. En het is letterlijk 3 schroeven en het is gewoon helemaal fout gegaan. Waardoor nu dus de tafel soort van kapot is. Het verhuisbedrijf is dus ook super handig en zij kunnen dat dus gewoon fixen. Of niet, Richard? Ja, dat gaan we gewoon even fixen. Ja, nou echt super fijn. Nou, daar gaat mijn kleedkamer. Het is echt bijna helemaal ingepakt al. Jezus, wat een dozen. Het zijn dus speciale garderobedozen. Die zijn dus heel lang met zo'n stang erin. En dan hangt alles zo netjes hier in die dozen zoals wij ze hier op de stangen hebben hangen. Down a brick road, click your heels and you'll be there. I want you, do you want me too? Once you hear the rhythm playing, promise you won't be complaining. I'll be here for you if it's for you. Once my body gets to swaying, promise you won't be complaining. Nou, dat ging snel. Ja. Nou, het huis is echt bijna leeg. Het gaat ineens heel snel. En de bussen zijn bijna volgeladen. Dus volgens mij hebben we oprecht 2 grote verhuiswagens vol met spullen. Dus ik zal even kijken of we kunnen zien hoeveel spullen er nu in zitten. Bijna helemaal vol. Hola. Ja. Kun je jullie helpen? Ja, tuurlijk. In ieder geval deze deur even vasthouden, want die zit daar boven een beetje los. Deze? Nee, die ander. Dit is de grootste hel van allemaal. De bank. Die kan dus niet door het raam. Die moet dus over het balkon. Over het dak van de buren. Moet die dus gesjouwd worden. Zijn we goed verzekerd, jongens? Zeker. Ja, jullie, hè, als persoon bedoel ik dan. Die bank, dat is nog het minst belangrijk. Want daar zo, tuk, 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 over het dak van de buren. Hey buurman! Hey buurman! Alles goed met jou ook? Ja, jammer, jij gaat weg. Ik ga jou missen. Wij komen snel weer hier eten, ja? Ja, goed. Daar is dus ons balkon en hij is dus helemaal zo. De eerste zit er al. Toppie! Het huis is leeg, jongens. Het is leeg. Ook weer nieuwe start, nieuw begin voor iets moois en iets moois nieuws. Maar ja, ik vind het toch wel heftig om dit eigenlijk zo te zien. Gewoon zo'n helemaal leeg huis. Het is leeg, leeg, leeg. Leeg, leeg, leeg. Alles is leeg. Wordt hier straks bezemen. Je moet het bezemen. Stofzuigen en er komen de nieuwe mensen er al in. Dus waarschijnlijk wonen hier dus gewoon over 24 uur. Wonen hier dus gewoon echt mensen. Dat is dan is dit hun leven. Echt, ik vind het zo erg om hier weg te gaan. Nou, onderweg naar het nieuwe huis. Alles ingepakt, vrachtwagens zijn weg. Echt nice.
Is dat helemaal vol allemaal of viel er nog wel mee? Nee, dat was echt helemaal vol. Ze hadden zelfs dozen te weinig, want ze rekenen ongeveer 25 dozen per persoon. 25 dozen per persoon? Dus ja, 50. Dus we hadden er 50 en dat waren er een stuk of 50 te weinig. Echt niet. Alles is omgegaan. Ze hadden zelfs nog van die grote boodschappentassen gekocht bij de Jumbo. Zodat ze daar nog spullen in konden doen. Dus... Zeker. En jullie waren in het nieuwe huis. Internet, hebben jullie het chill gefixt? Ja, we hadden verdoemd nodig. Kabels. Beugel voor de tv. Chill. Yes. Nou, onderweg naar het nieuwe huis. Zal ik even broodjes halen? Ja. Eten. Eten voor de mannen. Eten gearriveerd. Wat heb je? Welkom allemaal. En welkom in het nieuwe huis. Wat lekker om te kunnen zeggen. We zijn hier echt super, super blij mee met dit. Ja, dit prachtige huis in Amsterdam. Ja, dat is goed. Zo, kijk, er komt er ander alweer. Ja, dat gaan we weer. Pak dit. Lekker hoor. Het begint gelijk al wat te worden, jongens. Kijk ze gewoon. Hoppa. Hé, hey, jongens. Mooi man. Man, wat een dozen jongens. En dan moet je je dus voorstellen. Moet je dus voorstellen dat ik best wel minimalistisch ben eigenlijk. Waar komen dan al die dozen vandaan? Ja, het gaat zo snel jongens. Het is niet normaal, ik was nog bijna te laat. Hoppa, daar is de lift weer boven. Wat een klasse. Zo, jongens. Hey jongens, het is inmiddels al bijna 6 uur. De lift is niet meer nodig. Alles is hier nu binnen. Tada! Kijk eens even wat hier aan dozen staat. Maar die mannen zijn nog niet eens helemaal klaar. Want kijk, dit hadden ze ook nog even toegezegd. Wat een grootse actie is dit. De tv wordt nog even opgehangen, Richard. Ja. Wat een legend. Wat een legend. Ciao, ciao! Bye, man! See you! See you, man! Zo, dat was hem jongens. De verhuizing is compleet. We zitten nu echt hier. Nog geen bed om mee te slapen, dat komt later nog binnen. Maar we zijn hier en... Ja, eerlijk is eerlijk. Gewoon echt wereldservice. Ik zit in de auto. Het is vrijdag. En we zijn een aantal dagen verder en ik heb al flink zitten uitpakken. En het allerchillste is dus dat het verhuisbedrijf Draagkracht, onze grote vriend Richard, de handyman, die komt vandaag nog bij ons langs in ons nieuwe huis om alles op te hangen. Ik ben echt heel erg blij met Richard en de service van Draagkracht. Het is ongelooflijk, van A tot Z. Ze regelen alles voor je, ze doen alles voor je en ze zorgen er gewoon echt voor dat je gewoon heel goed achterblijft. En ook heel leuk, vandaag wordt ons bed geleverd. Yay! Dus we zouden vanaf vandaag in ons nieuwe huis kunnen slapen. Dat is in samenwerking met Bedrand. En Bedrand is echt zo'n perfecte oplossing voor mensen die nu bijvoorbeeld niet eventjes 5000 euro kunnen neerleggen voor een bed. Maar dat dus gewoon maandelijks kunnen afbetalen. Dan heb je gewoon na zoveel maanden heb je het hele bed afbetaald. En is die gewoon helemaal van jou. En ook weer echt een top service, want ze komen de bedden dus aan huis brengen. Ik moet snel door, want ze zijn dus al onderweg. Drie keer raden wie er is. Daar zit hij. Hey. Daar ben ik weer. Lekker kopje koffie. Heerlijk. Richard is hier vandaag om nog te helpen met de laatste dingen ophangen. Dus niet alleen een verhuisbedrijf, maar ook meteen handyman. Spiegeltje is al opgehangen. Lekker bezig, Richard. Ja. Hier in dit trappengat komt dus ons gigantische kunstwerk, wat we in ons andere huis ook hadden. En Richard gaat dat voor ons ophangen. Wat een gek joh, kijk hem hier staan. Doe je wel voorzichtig? Geen autofeest. Nou, daar zijn de mannen van Bedrand.
Ze komen mijn bed leveren. Onze lieve Richard, die staat hier nog op de trap. Zij is bijna klaar hoor. Ja, top. Kijk, Richard, onze handyman. Is er overal voor in te zetten, hè? Moet ik helpen? Nou, ik probeer hem zoveel mogelijk vast te houden. Ja. Ik hem nu omhoog duwen en dan probeer ik hem gewoon in één keer naar binnen te halen. Nou, als ik hem moet aanpakken, zeg maar. Het is zo chill. Dit is dus de hele installatie voor vier schermen. Voor vier schermen. Jeetje. Ja. Het is een man met veel wensen, hè? Lijkt het wel. Ja. Klein beetje. Klein beetje maar. Klein beetje. Ja, als de setup maar klopt, hè? Ja. Als dat maar on point. Als die maar kan werken, anders wordt hij chagrijnig. Ja. Ja. Nee, precies. Dat moeten we zeker kennen. Eerst even een korte break. Ik kom jullie eventjes rustig pauze nemen. Altijd handig hè, als je collega het batterijtje goed doet. Dan, precies, ja. Zo, heerlijk. Eerst even eten. Iedereen is zo hard aan het werk in ons huis. Ik ben zo dankbaar hiervoor. En wat ik nu ga doen is lekker een wijntje scoren en een biertje scoren. Oh, wat hebben ze dat verdiend zeg. Ik ga even lekker... Somebody that I used to know, somehow you're my enemy. I don't wanna fight no more. Yes, toppie. Koen alsjeblieft strijden. Ajax. Ja, we hebben een echte Ajax fan hier hoor. Dankjewel. Nou, dit gaat wel echt lekker. Wil je hem uitproberen? 3, 2, 1. Nee. Ja. Nee, wat is dat nou? Het was gewoon een zieke flash dit. Kijk eens joh. Nou, dit is een Max. Oké. Okay. Nu weer naar beneden. Kijk. Ja. En dan, als hij zo meteen helemaal vlak is, dan hoor je hem nog. Ja, al knakken. Hoe is het? En dan zometeen stopt hij. Ja. Nu? En nu is hij helemaal in. Oké. Okay. Dus niet eerder stoppen. Oké. Okay. Voordat hij dat geluid maakt. Anders belast je je motor. Dan heb je een beetje meer. En dat wil je niet. Dat wil je niet. Nee. Oké, okay. Nou top. Yes, nou top. Helemaal. Dankjewel. Graag gedaan. Lekker zeg. En waar ik dan ook wel echt heel erg blij mee ben, en Koen ook, is ons nieuwe bed. En dit bed hebben wij via BedRent. Het mooie aan BedRent is dat je niet in één keer het bedrag hoeft te betalen. Je kan voor 25 euro per maand al een gehele boxspring hebben. Ik raak soms best wel snel uitgekeken op dingen. En deze bedden kan je dus wanneer je wil, kan je gewoon zelf... kiezen om eventueel je bed aan te passen. Je kan andere hoesen eromheen doen, je kan andere hoofdboards toevoegen. Stel je hebt een bed gekozen wat niet elektrisch verstelbaar is, kan je dat op een later moment alsnog toepassen. Eigenlijk heeft dit bed een hele hoop positieve dingen. Wat ook heel erg mooi is, is dat je binnen 10 dagen je bed geleverd krijgt. Je kan hem helemaal zelf ontwerpen, je kan zelf je stof kiezen, je kan zelf de samenstelling kiezen. Vanaf 25 euro per maand, dus je bent niet in één keer smakgeld kwijt, dus je kan toch nog op vakantie deze zomer. Ik ga hem ook op 3 verschillende manieren stylen. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie favoriet is. Volgens mij hadden we ook nog een leuke actie. Zeker, want jongens, prachtige actie. Als je nu een bed bestelt via het linkje hier onder deze video, dan krijg je een gratis upgrade van BedRent. Dat kan een verrassing zijn. Je kan aangeven welke upgrade je graag wil, maar dan krijg je dus iets bij. Een chill extra foefje. Ja. Bij je bed. Een hoofdboard of juist die tafeltjes die we hebben. Ik vind die tafeltjes chill. Ja, die tafeltjes zijn heel chill. Ja. Nice. Dit materiaal, dit vind ik echt prachtig. Dit zijn dus de tafeltjes. Je hebt hier dus nog van die zakjes waar je je afstandsbediening in kan doen of je tijdschrift of je gezichtsmasker. Wij hebben dus ook elektrisch verstelbaar. En wat ik nu ga doen, ik ga het bed op 3 manieren stylen en ik ben heel erg benieuwd welke jullie het leukste vinden.
nu ga ik voor de luxe versie. Kijk, en zo makkelijk met een klittenbandje bevestigen aan het hoofdbord. En nu gaan we voor romantic. Romantic? Zo, dit waren de drie manieren om het bed te stylen hoe ik het leuk vind. En mijn persoonlijke voorkeur heeft nummer 2. En volgens mij van Koen ook. Toch, schatje? Klopt. Ja, klopt. Laat even weten dat je via Koen en Carola hebt besteld voor een gratis upgrade. En alvast heel erg veel plezier met je bed. Nou, Richard, het is vrijdag. Vrijdag. Het zit erop. Het zit erop. Proost. Het eerste diner in ons nieuwe huis. Heerlijk. Met dit uitzicht. Je hoort gewoon de vogeltjes. Hoe blij ben jij? Zeg ik niet. Ja, dat is top.